Alright, Jack Maat hier, internetsuccesgids.nl en welkom in deze video. In deze video wil ik een topic delen wat gisteren werd geplaatst op het ledengedeelte van internetsuccesgids.nl van Paco. En ik vond het wel een heel goed topic. Het is ook iets, een onderwerp waar ik het regelmatig over heb, wat ik ook regelmatig laat zien. Maar ja, dat iemand anders, tussen aanhalingstekens, pardon, hier nou ook een topic over maakt, met ook een screenshot erbij, maakt het ook weer een stukje extra duidelijk. En het gaat hierover. Ik zal het even kort samenvatten, want dat Paco ja, een tijdje geleden, zegt hij, 5 maanden bezig is met de website. En dan zie je eigenlijk deze lijn, 5 maanden geleden dat die is begonnen met de website. En dan zie je dus eigenlijk dat vanaf het begin de lijn heel erg, ja, heel erg laag is. Heel erg eigenlijk niks voorstelt qua bezoekers of qua kliks vanuit Google. Je ziet eigenlijk dat er nog niks gebeurt. Maar dat eigenlijk pas na, ja, wat zal het zijn, na 4 maanden... dat dan pas eigenlijk de bezoekers enigszins een beetje beginnen te komen. En dat dan pas eigenlijk die lijn een beetje optrekt. En dat zie je Paco hier ook zeggen. We zijn ruim 5 maanden bezig en hebben 26 artikelen van 1000 tot 1500 woorden gepubliceerd. Eerste 2, 3 maanden hadden we een paar impressies en een stuk of 10 kliks. Dus 10 bezoekers vanuit Google. De afgelopen 30 dagen hadden we 170 bezoekers vanuit Google. En deze website hebben we nog geen cent verdiend. We promoten nog niks. Maar ze zijn puur bezig met het plaatsen van content. Dus puur een waardevolle website aan het maken. En wat ik veel zie met beginnende affiliates, dat ze zich in het begin met name focussen op geld verdienen en op bezoekers krijgen, maar niet op het maken van waardevolle content. En je ziet ook in deze screenshot, en dat weet je ook als je een tijdje bezig bent met affiliate marketing, dat je een website maakt, dat je de eerste paar maanden nog geen resultaten hebt. En dat je zelf puur moet focussen op het maken van een waardevolle website. En dat dit zie ik ook in al mijn affiliate websites. Ik zie de eerste paar maanden zie ik totaal niks gebeuren, af en toe hier zo eens een bezoeker. Maar dat na verloop van tijd, dat het wel die stijgende lijn gaat krijgen. En het mooie daarvan is je werkzaamheden zijn elke maand hetzelfde. Je blijft gewoon die content maken. Maar op den duur, in het begin heb je nog geen resultaten. Maar op den duur, met precies dezelfde werkzaamheden, krijg je die stijgende lijn hier zo in je bezoekersaantal. En dat komt gewoon puur omdat Google je website gaat oppakken, je website daarvoor gaat belonen en je website dus telkens hoger in die zoekresultaten gaat brengen op telkens meer verschillende zoektermen. En na verloop van tijd, als je meer bezoekers gaat krijgen, kun je ook meerdere verdienmodellen gaan toepassen. Je kunt meerdere affiliate links gaan plaatsen op je website. En dat is zo enorm krachtig van affiliate marketing. De werkzaamheden blijven eigenlijk hetzelfde, maar doordat je beloond wordt voor voorgaande werkzaamheden, dus voor content die je maanden geleden of jaren geleden hebt geplaatst, wordt je website telkens groter, krijg je telkens meer bezoekers en ga je telkens meer mensen op je website hebben die gaan doorklikken naar het product wat je promoot. Dus het is heel normaal dat je in het begin nog vrijwel geen bezoekers ziet, maar na verloop van tijd dat hoe meer content je plaatst en echt goede content je plaatst, ja, hoe meer bezoekers je gaat krijgen op je website en hoe meer het gaat opgepakt worden naar je website. Dus begin eens langzaam, consistent bezig blijven en dan wordt het telkens meer, meer en meer. Ik zal even de link naar dit topic zal ik even plaatsen. Ik zal ook nog even mijn reactie die ik heb gezet in dit topic even delen. Dat is een mooi topic, Paco. Laat goed zien hoe langzaam het begin is, wat er kan gebeuren als je doorzet en je hebt in het begin niet te veel gefocust op de cijfertjes. Eerst waarde geven, je site opbouwen en langzamerhand komen die resultaten vanzelf. Dus even de link naar de topic zal ik even in de beschrijving van deze video zetten. Ik hoop dat je wat aan hebt. Laat zeker even weten. En bedankt voor het kijken van deze video. En weer tot een volgende video.